reguliere competitie. Want zou Dynamo hier winnen en het dus met 3-0 deze serie winnen, dan zou wel een zeer roep komen aan de carrière van Peter Blanger, de man van 500 interlands en nu spelverdeler van Vrevok. Tenminste, als hij stopt. Hier een goede setup naar de buitenkant, naar Allen van der Loo. Die andere ervaren speler van Vrevok, Martin van der Horst, lijkt wel voornemens om nog een jaar door te gaan. En het ziet er naar uit dat hij gaat spelen voor Dynamo. Uiteindelijk gaat de tweede set met 25-23 naar Vrevok. 1-1 dus. En dus kan de partij eigenlijk weer opnieuw beginnen. De derde set, waar iedereen verwacht dat Dynamo weer terug kon komen in de wedstrijd, gaat gemakkelijk naar Vrevok met 25-17. En dit zijn beelden uit de vierde set, een set die gelijk opgaat. Het wordt 10-10, het wordt 18-18. En de ploegen doen heel weinig voor elkaar onder. Het is eigenlijk de strijd tussen het jonge Dynamo met heel veel power tegen de ervaren ploeg Vrevok met veel lengte. Goede service van Justin Sombroek, de man die niet op de lijst staat van bondscoach Bert Goedkoop. En de geblaaste bal van Mark Boeren. Over het blok van Dynamo heen. En zo Vrevok op een nipte voorsprong in de vierde set. En Blanger kan er wel om lachen. Boeren, oud speler van Dynamo met een goede service. Sullivan weet hem te pakken. Middenaanval van Olsthoorn is goed. En zo leeft Dynamo dus nog in deze vierde set. Matthijs Dekker. Met een rustige service. Kooistra met een iets te hoge paas voor Frank Denkers. De spelverdeler van Dynamo. En zo komt dus Vrevok op matchpoint. 24-22. Opnieuw een service van Matthijs Dekker. Nu Sullivan met de paas. Denkers kiest voor Olsthoorn. 24-23. En het feest van Vrevok dus nog even uitgesteld. Maar nu Olsthoorn zelf aan de opslag. En die heeft een hele rustige ingehouden service. Blanger. Middenaanval met Van der Horst mislukt. Nu de buitenkant met Van der Loo. En die maakt het wel af. Het wordt 25-23 in de vierde set. Vrevok wint met 3-1. En blijft dus nog even in de race voor het Nederlands kampioenschap. Ook het afscheid van Blanger is nog even uitgesteld. Wedstrijd nummer 4, zondag in Apeldoorn. You're gonna be a hero.
mij dat niet met iemand in de vliegtuig in de stad laten. Die lijkt ook wel een bekend. Ken ik niet. Nee.